Welkom terug bij mijn autowinkel, lieve mensen. Vandaag heb ik weer een hele speciale challenge op de planning staan. Vandaag gaan we namelijk allemaal auto's kopen van YouTubers. En we zijn hier op de car market beland. En zoals je kan zien, staat er geen één auto tussen die van een YouTuber is. Nee, niemand heeft meer echt een Range Rover. Ik kan me niet herinneren dat iemand een Toyota Supra heeft. Een Buck rijdt al helemaal niemand. Een BMW volgens mij ook niemand. Dus het begint al redelijk slecht. Maar ik heb het natuurlijk over een paar specifieke YouTubers. We hebben namelijk Don de Jong met zijn Lamborghini. We hebben natuurlijk Royalistic met zijn Audi R8. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een Mick, die heeft een Tesla. Nou, niet de Tesla die in deze game zit, maar wel een Tesla. Volgens mij kun je ook een Audi A1 kopen. Die heeft Chesto dan weer. En uit mijn hoofd heeft Rick een gloednieuwe Volkswagen Polo gekocht. Alleen die staat hier ook niet tussen. Dus dat is de bedoeling dat wij vandaag dus gaan doen. En we gaan ze niet zomaar kopen en dan hebben we ze en dan hebben we het voltooid. Nee, we moeten hem ook proberen daadwerkelijk na te maken. Dus ik weet ongeveer een beetje hoe de auto's eruit zien. Dus laten we hopen dat het gaat lukken vandaag. Alleen de car market was een klein beetje matig vandaag. Dat vond ik best wel jammer. Ik had eigenlijk meteen verwacht dat wij bijvoorbeeld een Lamborghini konden kopen. Dan konden we Don de Jong van het lijstje afstrepen. Of een Audi R8. Dat is de laatste tijd ook niet meer echt heel erg zeldzaam. Dan had ik die Audi R8 kunnen afstrepen van natuurlijk Roy. Alleen ja, dat gaat hem dus niet worden. Het is ook maandag, dus het is niet echt een dag waarvan je kan zeggen, wow, daar word ik heel erg vrolijk van. Alhoewel, we kunnen natuurlijk even kijken of er misschien de Volkswagen Polo is van Rick. Ook al is het niet perfect de Volkswagen Polo van Rick, dat maakt niet uit. Of de Audi A1 van Ties. Of is het een Audi A3? Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. En we zijn gefaald. Ja, ik had ook niet echt verwacht dat de maandag een perfecte dag zou zijn om dit te gaan doen. Dus we gaan lekker weer terug naar het huisje. En maandag gaan we gewoon zo snel als mogelijk skippen. Dat is echt de meest vervelende dag die er is in Car for Sale. Oké, een nieuwe dag. En de car market is open. Dat is mooi. Dat is meteen onze meeste kans om een Audi R8 of een Lamborghini te kopen. En ook natuurlijk een van de andere. Laten we hier even tussendoor kijken. Hier staat niet heel veel interessant. Zoals eigenlijk altijd. Maar er kan altijd een pareltje hier tussen zitten. En nee, oké. Ja, dat was best wel logisch. Oké, laten we even kijken wat er bij de car market te vinden is. En mijn oog valt eigenlijk meteen... Oh! Mijn god. Dit meen je niet. We kunnen letterlijk 1, 2, 3, 4 auto's al afstrepen. Dit is namelijk, nou ja, de Volkswagen Polo van Rick. Dit is de Audi R8 van Royalistic. Dit is, oké, dat is niet echt per se de Lamborghini van Don. Maar het is een Lamborghini, dus de Lamborghini van Don. En de Tesla van Mick. Ik guess een soort van. Hij heeft niet deze Tesla, maar hij heeft een hele andere Tesla. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ik zou zelfs dit ook nog eens de auto van Lissara kunnen maken. Of de Focus Drink Truck. Weet je wat? We nemen deze ook wel. Dat is ook de Focus Drink Truck. Maar wat is dit dan? Pakken gewoon meteen de jackpot. Dit is echt top. Dit is echt top. Ik weet alleen niet de kleur van de Polo van Rick. Volgens mij was die wit. Uit mijn hoofd. Dus we gaan het ook gewoon wit maken. En of er nou wat extra's op zitten, ja, dat weet ik allemaal niet. Maar we gaan natuurlijk wel een klein beetje die auto oppimpen. Die moet sowieso naar de repair. Dan hebben we hier de Audi R8. Geen damage erop. Dat is helemaal top. Wel een duur bakje. Dus we gaan hem heel eventjes naar beneden proberen te halen. En zover ik weet, had hij dus een Audi R8 Spider. Met het dakje eraf. Deze kan er dan niet af. Maar die was wel groen. Dus die gaan we groen maken. Even kijken. De damage is inderdaad niet gelogen. Die gaan we towen. Dan was deze ook natuurlijk groen. Allemaal groene auto's. Ik ben er helemaal blij mee. Zo. Dan kopen we deze ook. Die gaat ook naar de tow truck. Dan weet ik dat de truck... En we gaan de focus drink truck doen. Donkerblauw. Heel erg simpel. Dus die kunnen we ook gewoon lekker kopen. 65.000 is wel een klein beetje laag gegrepen, denk ik. Ja, dat dacht ik al. 72.500. Ik denk dat het wel netjes is. Prima prijsje, prima prijsje. Die gaan we ook doen. En dan de Tesla. Oh, de Tesla is heel erg kapot. 25.000 euro, vriend. Meer krijgen we er echt niet voor. Oké, 27.500. Puur alleen omdat ik die Tesla voor vandaag nodig heb. Oké dan. Mooi. En jij gaat naar de repair. Die moet je naartoe rijden. Prima, dan laten we de misdrijven hierachter. Hey, we hebben echt meteen onze slag geslagen. Dit is echt perfect. Ik had echt verwacht namelijk dat het wat langer zou duren. Maar, nou, ja, blijkbaar dus niet. Oké, laten we dan beginnen met de Polo van Rick. Ik denk dat die het snelst namelijk klaar is. Eens even kijken. Ja, die is het snelst klaar. Oké, mooi. Dit is echt top. Ik weet dat de Tesla van Mick zwart is uit mijn hoofd. Volgens mij is die zwart. Dus die gaan we zwart maken. De Polo is dus wit. Alleen, ja, het is natuurlijk knijterzij als we... Maar ja, het is natuurlijk knijterzij als je dat gewoon zo houdt. Dus we gaan eventjes...
net wat vetter maken. En wie weet, misschien inspireer ik ze wel. Eens even kijken, de auto van Rick. Nou, dan gaan we natuurlijk alles erop gooien wat God verbiedt. Zo, dan gaan we eens even kijken naar de car settings. De suspension. Volgens mij heeft hij gewoon een normale suspensie, maar we doen hem net iets lager. Waarom? Ik hou er gewoon van. Ik weet niet wat het is. Alleen de camber, de engel wil ik wel eventjes een beetje anders doen. Dat lijkt me best wel grappig. Zo, en dan de positie ook iets breder. Zo. Ja, prima. Geweldig. Dan de wielen. Volgens mij heeft hij gewoon normale wielen. Dus we houden het gewoon lekker zwart. Zou je zeggen. We doen er gewoon eventjes witte. Oh, nee, weet je wat we gaan doen? We gaan deze erop doen. Hij is toch wit, waarom niet? Calipers zijn volgens mij altijd donkerblauw of zo op zo'n polo. Of rood? Ik weet het niet. We moeten eerst even die rims checken. Kijk, volgens mij heeft hij zulke rims erop. En dan gewoon grijzig, volgens mij. Hoe ga ik dat doen? Even kijken. Ik denk dat hij zoiets heeft of zo. Alleen dan net even wat lichter. Zoiets. Laten we gewoon dit doen. Size. Ja, ook een beetje standaard, denk ik. Verdenk dat ze rood zijn van een Volkswagen. Dus we doen ze gewoon rood. Even kijken. Modifications. De windows. Ja, die zijn gewoon normaal. Maar we geven ze wel een beetje zo'n diamantachtige kleur. Stuurtje. Ja, normaal stuurtje ook weer. Maar dat is niet leuk. We doen er zo'n stuurtje in. Of zo'n stuurtje. We doen er zo'n stuurtje in. Nou, stoelen moeten natuurlijk wel een beetje sportief zijn. Dus daar houden we dit op. Spoilertje. Willen wij er een spoiler op doen of niet? Ik weet niet of dat echt op deze auto past, om heel eerlijk te zijn. Oeh, het ziet er wel echt knijter lelijk uit. Maar ja, weet je wat het is? Ja, ik weet het niet, man. Moeten we hier wel zo'n lelijke spoiler op gooien? Het is echt heel lelijk. Het is echt heel lelijk. Als er een kleinere spoiler op komt, dan had ik het misschien gedaan. Oh, dit is wel vet. Zolang die een beetje laag is. Ik denk dat dit wel gaaf is. Even kijken. Doe gewoon voor nu even de witte kleur moet ik hebben. Wit. Ja, mooi. Past Paradoes erop? Paradoes. Ja, Paradoes past erop. Nou, hoppa, Rick. Hier heb ik jouw Volkswagen Polo. Hoppa. Ik vind het best wel leuk. Even kijken, de lichten moeten natuurlijk nog veranderen. Eens even kijken, die doen we wel een beetje dat diamantblauwig. Dat is wel gaaf gewoon. En volgens mij heb ik dan alles. Ja, ik heb alles. Mooi. Nou, dan hebben we hier de Volkswagen Polo van Rick. Die moet wel eerst nog eventjes wit gespoten worden. Maar ik vind hem op zich nog best wel mooi. En ik zit erover na te denken. Waarom zou ik deze auto's gewoon niet bewaren in mijn autowinkel? Dat ik ze niet verkoop. Dan heeft iedereen zijn eigen waggy in mijn autowinkel. Dan heeft iedereen zijn eigen wagen in mijn autowinkel. Ik vind het een goede deal. Om heel erg te zijn. Even kijken. Deze gaat spierwit. Zo, wacht even. Spierwit. Hoppa, paint. Polish. Ja, je ziet het niet echt volgens mij. Of wel? Oh, je ziet het zeker wel. Oh jeetje. We kunnen hem ook een soort van groen maken. Dat is wel vet. Zo. Het doet wel echt pijn aan mijn ogen hoor. Weet je wat? We doen het gewoon boeien. Wow, dit ziet er echt heel erg raar uit. Nou, Rick, ik heb voor jou een auto gemaakt. Ik heb jouw Volkswagen Polo nagemaakt. Dit ziet er zo knijter verschrikkelijk uit. Oh, en oh god, hij is kapot. Wacht even, even repareren. Weet je wat, nu we toch moeten wachten. De Tesla van Mick, die is op dit moment aan de beurt. Kijk, want deze moet nu toch gemaakt worden. Dus die kunnen we zo, hop, hop. Nou, het was $6 ook, kost me helemaal geen fluit. Maar dan gaan we intussen eens even kijken wat we aan de Tesla kunnen doen. En Tesla, en Mick heeft dus een Tesla. Ik weet niet of hij een plate heeft, dat is het hem juist. Maar ja, we weten allemaal dat dit de I-versie volgens mij is. Volgens mij is dit de Tesla Model I, of X, volgens mij I. Alleen, ja, daar kunnen we niet heel erg veel aan doen. Weet je wat we gaan doen? We gaan deze heel hoog maken. Oh mijn god, we houden de camera houden we en we gaan hem iets breder maken. Ik wil er een soort terreinwagen van maken of zo. Zo. Dan gaan we natuurlijk de kits erop doen. Er kan hier geen turbo op. Dat is wel heel erg jammer. Maar mijn racekitje, daar gaan we er zeker op doen. Mirror. Zo, dat is goed. Kijk, het stuurtje. Ik wil eigenlijk wel een geavanceerd stuurtje in. Zo. De stoelen ook weer redelijk sportief. Alleen hij is zwart, hè, die Tesla. Dus we houden hem hier op, denk ik. Nou, die windows zijn ook zwart. Dus die gaan we ook zwart houden. Spoiler op een Tesla. Nou, dat heb ik echt bijna nog nooit gezien. Nou, het is eigenlijk in principe meteen perfect. We hebben meteen een perfecte spoiler, heel eerlijk gezegd. En hierop gaan we zetten Mick. Hatsa. Maar wel even een vette plate. Ik vind deze wel gaaf. De wielen, ja, die zijn eigenlijk een beetje van die, ja, weet niet wat het voor dingen het zijn. Het zijn gewoon een beetje standaard rims of zo. Het zijn een beetje deze rims of zoiets. Nee, iets meer gedekt. Dit ook niet echt. Ik zou meer dan zoiets zeggen? Nee, zoiets of zo. Dan de size is redelijk groot inderdaad, maar het is volgens mij ook zwart uit mijn hoofd. Zo, calipers. Nou, we gaan wel hele vette calipers doen. Kijk, ik vind ze denk ik wel rood heel erg gaaf. Zo, op. En weet je wat, we doen ook gewoon dan meteen red headlights. En dat ziet er echt bruut uit. En dat was het dan alweer voor de auto van Mick. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ga niet voor je liegen. Ik vind deze ook weer best wel gaaf. Ja, die moet helemaal zwart.
Zo, polish. We gaan hem ook polish erop gooien. Met lekker wat metallic erop. Ik weet niet of dat of hij dat in het echt heeft. Maar dit is dus de Tesla van Mick. Ja, ik vind hem leuk. Het is een beetje een bounce auto, aangezien die ja, wielen best wel hoog staan. Maar ik vind het best wel prima. Ik vind het best wel leuk gelukt of zo. Even kijken. Dan gewoon een beetje hier neer. Het is ook al donker, dus ik kan niet andere auto's pimpen. Dus we moeten even de dag skippen. Maar ik zet ze voor nu eventjes daar neer. En dan moet ik zeggen, voor de eerste twee auto's vind ik het heel erg geslaagd. Dat klinkt heel erg raar, maar ik vind het oprecht heel erg goed geslaagd dit. Dan moet ik natuurlijk wel een beetje in rekening houden met het feit dat ik wel de auto's nog naar boven moet kunnen krijgen. Maar dat zou geen probleem moeten zijn. Oké, dan hebben we de auto van Mick en Rick. Nou, helemaal leuk. Ook helemaal leuk naast elkaar. We gaan lekker de dag skippen en dan gaan we door met de volgende auto's. En het is ook heel leuk, want er is een auction vandaag gaande. En we gaan nog steeds hunten voor die zeldzame auto's. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Onze lieve autocollega Menes, oftewel Dennis, die heeft een Dodge Viper. Dat is best wel goed. Plus, die man heeft echt alles verkocht in zijn autowinkel. Dus die heeft echt knijter veel geld. Maar we zijn er nog niet, hè? Wij zijn er ook nog niet. Want wij gaan namelijk aan de gang met de Audi R8 van meneer Royalistic. Nou, hebben we hem eigenlijk al boven staan. Dat is namelijk mijn Audi R8. Moet natuurlijk wel een aparte Audi R8 bijkomen voor Roy. Eens even kijken. De racekitje gaat er allemaal op. De car settings. Deze ga ik wel weer lekker laag doen. Voor de rest ga ik er niet heel veel aan veranderen. Ik vind hem eigenlijk wel prima zo. Nee, oh, ik had het racekitje eraf gehad. Zo. Eens even kijken. Dat hebben we gedaan. Mirrors. Doen we die erop. Het stuur moet ook weer sportief zijn. En de stoelen moeten dat ook. Alleen hij is dus groen. Hij heeft volgens mij gewoon zwarte stoelen. Dus ja, dan moeten we deze gewoon weer denken houden. Deze moeten we denken doen. Windows waren ook zwart. Dus die houden ook gewoon lekker zwart. En ik weet wel dat er een standaard spoiler volgens mij op die auto van Roy zat. Ik weet dus niet meer welke. Niet zo'n belachelijk grote. Het was een beetje een kleine. En ook een beetje buigend of zo. Het was een lage en een best wel heel erg vette aerodynamica zat erop. Volgens mij zoiets of zo. Of dit. Weet je wat? We doen gewoon dit. En we doen hem niet overdreven groen. We houden hem een beetje deze kant op of zo. Iets donkerder. Ik denk dat dit het zoiets wel was. Ik? Nee, Royalisti. Dan houden we Royalisti erop. Dat is prima. Leuk dingetje erop. Die is wel gaaf. Even kijken. Dan had hij volgens mij deze dingen. En dan kunnen we niet heel erg veel meer eraan veranderen of zo. Ja, de wheels kunnen we weer doen. Oh ja, de rims waren natuurlijk wel heel erg sportief. Wat zijn hele sportieve rims? Ik vind dit wel heel erg gaaf. Dit vind ik wel gaaf. En dan waren ze gewoon zwart, denk ik. Dus we doen ze dan lekker zwart. Alleen, we doen er dan nu wel een groen streepje omheen. Gewoon puur omdat het kan. En we maken ook groene remklauwen. Ja hoor. Helemaal prima. Hatsa de pasta. Moet je zeggen, lijkt hij bijna op de R8 die ik heb. Niet helemaal, mijn is mooier. Maar hij lijkt er best wel heel erg op. Even kijken, dan moeten we de groene kleur pakken van de spoiler. En die spoiler, die was wat donkerder. Dus dan moeten we dit ook even wat donkerder maken. Ik denk zoiets of zo. Laten we hem painten en een klein beetje zo erop gooien. Wel iets minder metallic. Zo, dan is dit de auto van Roy. Ja, ik kan er niet anders heel veel van maken. Anders dan dat de auto van Roy natuurlijk super sportief eruit ziet al. Dus die gaan we hierin plaatsen. Of had hij nou een zwarte achtervleugel? Ik weet niet meer. Hoppa, de auto van Roy staat ook in de berging. Voor altijd tentoongesteld. Misschien zullen we ze ooit een keer verkopen. Dat weet ik niet. Maar voor nu is dit prima. Ik vind het er leuk uitzien. Ik vind het er goed uitzien. Alleen ja, kijk, dan komen we dus bij die Lamborghini van Don. En die van Don is ook groen. Dat is wel een beetje dubbel groen of zoiets. Dus we gaan deze anders groen maken. Dus even kijken. Dan doen we deze stoelen erin. Even wat anders. Het stuurtje, ja, is ook hypermodern. Alleen ik wil niet deze doen. Vind ik een beetje te. Deze heeft volgens mij van die kleppertjes op de achterkant. Dus die gaan we doen. Zo, er zit natuurlijk ook een dikke spoiler op die van Don. Dus we moeten even een mooie spoiler uitkiezen. Die breed genoeg is, maar ook een beetje lijkt op die spoiler. Volgens mij heeft hij zoiets of zo. En dan in het zwart uit mijn hoofd. Nee. Die ene die we hebben. Volgens mij is dit goed. Dan de exhausters. Ja, dat zijn echt van die vlamdingen. Dus deze dingen eigenlijk. Die zetten we eronder. Dan doen we even de plate. En dan zit ik even te denken. Want NLX Don, dat past dus wel. Dat is niet meer echt zijn naam. Dat was zijn oude YouTube naam. Maar NLX Don past wel. Dus we gaan denk ik gewoon NLX Donder opzetten. Zo. Nou, dan werkt dit. Zo. De suspension. Nou, het is natuurlijk een racebak. Dus die moet keihard naar beneden toe. En voor de rest vind ik het eigenlijk wel best zo. Kijk. Hoppa. Dan hebben we hier de Lamborghini van Don. Het gaat eigenlijk allemaal best wel snel, lieve mensen. Het is ook al bijna 4 uur. Dus dan begint de auction straks ook nog. En dan kunnen we kijken wat we bij die auction kunnen doen. Maar het gaat best wel snel. Oké, wat we dus gaan doen, is we gaan deze... Ja, wat gaan we doen? Gaan we hem donkerder groen maken of juist lichter groen? Ik denk dat we deze juist lichter groen gaan maken. Maar we gaan er echt een gekke... Zo, groom ding van maken. Auw! Dat was niet helemaal de bedoeling, maar...
Dit is de auto van Adon. Jongens, we hebben niet heel erg veel keuze om te doen. Dat is één ding wat zeker is. Maar ik vind dit wel grappig. Ik vind dit oprecht best wel grappig. Kijk. Hatsa. Dan hebben we hier ook de auto van Don. Nou, helemaal geweldig. Past het helemaal bij het plaatje? Niet heel erg. Kan ik er nog een boven? Waarschijnlijk niet. Maar wat boeit dat nou weer? Oh god, ze zijn al begonnen. Uh-oh. Wacht. Wacht. Uh-oh. Toon mijn auto. Ik moet erheen. Uh-oh. Het kan maar zomaar zijn dat er een zeldzame auto is, hè? Oké, heb ik wat gemist? Nee, het lijkt erop dat ik nog niks heb gemist. Mooi. Een van de eerste keren dat ik zo lijp een auction mis. Maar het maakt niet uit. We zitten. En ik heb weer een Audi R8. Oh, mijn god. Ga ik deze kopen en dan gewoon voor de verzameling doen? Kan hem doen voor de verzameling. Ik had boeien. We doen hem wel voor de verzameling. En dan hebben we als laatst... Oh, een Honda Santrava. Nee, dat heeft volgens mij niemand in Nederland. Oké, mooi. Dan hebben we nog een Audi R8. En dan hebben we hier de Focus Drink Truck. Alleen het is donker. Ja, ik kan hem dus nu niet spuiten. Dat vind ik wel heel erg jammer. Dus we gaan lekker terug naar het huisje. Dan gaan we lekker slapen. En dan maken we de Focus Drink Truck morgen blauw. De volgende dag is aangebroken. En het is ook een leuke dag. Want we hebben weer een auction om 1 p.m. Dus dat is heel erg relaxed in de middag. Dan gaan wij vandaag verder aan de Focus Drink. Druk. En het enige wat ik nog hoef te doen is hem letterlijk te spuiten. Dus dat is helemaal geen probleem. Welke kleur gaan we eigenlijk doen? Ik denk... Oh, dit is mooi. Ik pak meteen de mooie kleur. Ik pak letterlijk meteen... Nou, ik zeg niks aan veranderen. Ik zeg letterlijk niks aan veranderen. Ja, ik heb geen details erop. Dat is wel heel erg jammer. Ik weet niet wat er met die wielen aan de hand is. Maar het is heel irritant. Even kijken, want volgens mij staat de Audi ervoor. Oh, ik ga hem daar ook niet doorheen krijgen. Nee, vervelend. Nou, sturen we die even naar boven. Dan kan de Focus Drink Truck erin. Alleen... Waar ga ik die neerzetten? Dat is nog een probleempje dit. Past hij er überhaupt in? Hij past er wel in. Weet je wat? Nee, ik ga hem ook niet daar neerzetten. Dat vind ik zo lelijk. Oh god, waar ga ik hem neerzetten? Ga ik dat ding hier tussen kunnen krijgen? Ik kan hem ertussen zetten. Waarom ook niet? Boeien, we gaan dat gewoon doen. Heb ik geen nitro hierin? Waarom gaat hij... Oh, nu doet hij het. Ik denk dat ik hem hier tussen ga zetten. Zo. Ik moet dan een manier verzinnen hoe ik daar een auto op ga zetten. Dus wat ik ga doen is, ik denk dat ik die Lambo daaronder ga neerzetten. Ja, ik denk dat dat het beste is. Eens even kijken, gaat het passen? Dit gaat gewoon makkelijk passen. Hoppa! Let's go! Oh, ik zit vast. Ja, dat dacht ik al. Mooi! Past dit? Nou, helemaal geweldig. Oh, dan kunnen we hier gewoon... Nee, we houden die Focus Drink Truck daar. Prachtig! Daar hebben we die van Don, van Mick, van Rick, van Roy. De Focus Drink Truck. Alleen, ik heb die natuurlijk nog niet van Chesto. Ga ik die nog doen? Ik weet niet hoe makkelijk het is om zo'n Audi te krijgen namelijk. Oh, wat zien de Porsches er weer echt lelijk uit vandaag zeg. Jeetje, ze zijn helemaal vies. Bob moet eens een keer die Porsche schoon gaan maken. En dan niet alleen, ook de Lambo's en de R8'en. Want die R8'en die zijn echt gewoon verroest tot aan de max. Is het trouwens na te denken? Sinds wanneer... Oh, wacht, hier zit de trap. Ik dacht al, sinds wanneer zit daar een gat? Maar er zit een trap. Zo, dan hebben we weer een R8 toegevoegd aan de collectie. Dat heb ik al een tijdje namelijk niet gedaan. Oh, jeetje. Kijk dan. Het lijkt net alsof ik in Dubai zit. Het is zo verschrikkelijk vies hier ook. Ik bedoel, kijk dan! Oké, laten we even kijken wat de auction dan voor onze petto heeft. Ik hoop een paar leuke auto's. Dat zou heel erg leuk zijn. Dat is een Audi. Ik weet dat Harm zo'n Audi heeft. Ja, eigenlijk technisch gezien, als ik dat weet, moet ik hem ook kopen. Dus ik ga deze nog kopen. Dan vind ik het goed geweest. En de car auction goden, die zijn ons niet gezind. Maakt niet uit. We hebben tenminste die Audi van Harm. En ik weet dat die gewoon heel simpel zwart is. Dus die gaan we nog even lekker afmaken. En dan hebben we eigenlijk bijna zowat heel veel auto's die we kunnen krijgen in car for sale van YouTubers. En voilà. Ik weet dat ze wielen dit niet hebben. En waarschijnlijk zijn ze renkblauwe ook niet rood. Maar ik vond het er best wel gaaf uitzien. Anders was het zo'n standaard Audi geweest. Maar... Hij is klaar. Hoppa. Dan kunnen we deze Audi van Harm er nog ook eventjes bij doen. En dan hebben we denk ik echt alle YouTuber auto's gehad die we kunnen maken. Alleen waar ga ik deze neerzetten, besef ik me nu. Ik denk dat we deze gewoon aan het begin of zo zetten dan of zoiets. Ik denk dat we hem gewoon hier neerzetten. Waarom ook niet? Anders weet ik ook niet waar ik hem kwijt kan wachten. Dus we doen hem wel eventjes zodat je het kan zien dat het van Harm is. Doen we wel een beetje zo. En we doen hem wel een beetje schuin. Dus dan hebben we die van Harm hebben we. We hebben die van Don. We hebben die van Mick. We hebben die van Rick. We hebben die van Roy. We hebben de Focus Drink. Ik vind het... helemaal meer dan mooi geweest. En daarmee sluit ik ook deze video af. Wil je nou nog meer zien? Dan kan dat klikken op een van deze twee video's hiernaast. Maar vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!